gewoon een stok. Ik weet het niet hoor. Ik heb net die film gezien. Die ene met dat joch dat naar die toverschool gaat. Die knul heeft een toverstok en dat is ook een stok. Dus je weet nooit zeker of het een toverstok is tot je het hebt geprobeerd. Ik weet zeker dat dat geen toverstok is. Nou, ik ga het toch lekker proberen. En nu zonder handen. Oké. Wee! Cody Valles van de Schommelus. Ah! Hebben jullie dat gezien? Ja, door jouw toverstok is Cody ineens van de schommel gevallen. Ja, inderdaad. Ik heb het zelf gezien. Een toverstok? Meen je dat nou? Cody valt de hele tijd van dingen af. Ah! Oeh. Ah! Dat was me nog nooit opgevallen. Mij ook niet. Mij boeit het niet. Het was magie. Laten we naar binnen gaan en nog wat toveren. Toveren, toveren, toveren. Gebruik je magie om die auto te laten rijden. Oké. Kleinus, politieauto, Redicus. Auw, ik heb Owen net zien toveren. Nee. Owen heeft gewoon met zijn toverstok op de startknop gedrukt. Owen heeft een toverspreuk gezegd. Zelf gezien. Maken jullie nou een geintje? Hey Owen, gebruik je magie eens om Cody's kasteel heel hoog te maken. Oké, maak Cody's kasteel eens heel hoog eens. Nee, niet weer. Magie. Magie heeft mijn rug gebroken. Maar mijn kasteel hoog gemaakt. Wat? Nee, dat was gewoon een bizar ongeluk. Die toverstok van Owen is gewoon een stok. Waarom heb je zo'n hekel aan magie? Dat heb ik niet. En ook al was dat zo, dan hoef ik jou niks uit te leggen. Misschien denk ik er op dit moment wel over na, maar ik vertel je lekker niks. Oh, ik ga een hek door de grote vraag hoe je nou precies een vrouw door midden zaagt. Dan word ik later misschien ook een grote tovenaar. Net als hij. Welterusten, Susan. En niet vergeten, toveren is nep, hè? Is toveren nep? Mijn dromen zijn verpest! Oh, dus toveren is nep. Mooi niet. Ik zie je morgen weer. Als je echt kan toveren, bewijs het dan. Pak die toverstok en laat mij eens vliegen. Oké. Harold, vliegen zokes pokes! Auw! Harold? Owen, je hebt Harold niet laten vliegen, maar je hebt hem veranderd in een vlieg. Wow. Oh. Doe dat raam dicht, zodat Harold niet kan ontsnappen. Harold! Stil. Ze hebben met magie lopen sollen. En nu zullen ze er dus ook voor moeten boeten.